Naar de sprintraces dan in MT voor de TCR Benelux 2017. En op vrijdagavond wist Lorenzo Doniacchio nog niet dat hij aan dit weekend zou deelnemen. Maar op zondagochtend vertrekt hij vanop de polepositie voor de eerste van 4 sprintraces. Dan zorgt hij meteen ook voor de allereerste polepositie voor Bas Kooten Racing. Naast hem Giacomo Altoe in de golf nummer 4 van De La Haye. En de tweede startrij is voor de DK Racing Golf van Jonas de Kempen. Naast hem Willem Meijer in de tweede Audi van Bas Kooten Racing, die met het nummer 66. Nog even ontspannen, concentratie voor de start. En dan zijn de wagens weg. Mindere start voor de Kempen, maar een goede start voor Doniacchio. Kevin Abbring die probeert buitenom te gaan bij Giacomo Altoe. Dat komt even tot contact en de Nederlander die verliest wat plaatsen daar. Doniacchio aan de leiding voor Altoe en dan Sam de Jonge die doorschuift naar plaats 3. Voorbij Meijer, Abbring teruggevallen naar 5 en Stéphane Lemeré die van op de 8e en laatste plaats was vertrokken na de opgave in de qualifying long race ligt daar al 6e. Aanval dan voor Kevin Abbring op Willem Meijer. Maar Willem Meijer snijdt opnieuw onderdoor, maar dan gaan ze naar die fameuze omgekeerde corkscrew. En Meijer die gaat daar naast de baan, verliest daar 3-4 plaatsen. En kan helemaal opnieuw beginnen. Vooraan rijdt Doniacchio een beetje weg van het peloton, heeft al een drietal seconden voorsprong. De strijd om de tweede plaats blijft tussen Altoe en Sam de Jonge gaan. Sam de Jonge in de Seat van het RACB National Team. Stéphane Lemeré ondertussen doorgeschoven naar plaats 5. Zet nu Kevin Abbring onder druk. Kan belangrijke punten scoren voor het kampioenschap natuurlijk. Die qualifying long race was een tegenvaller. Moeten de sprintraces van achteraan vertrekken. Hier mooi inhaalmanoeuvre van de 52 van Mathieu Dutry op Jonas de Kempen. Maar de strijd voor de tweede plaats wordt nu heel intens. Giacomo Altoe, Sam de Jonge, Kevin Abbring, Stéphane Lemeré en ook Mathieu Dutry komt nog aansluiten. En dat pelotonnetje dat strijdt om de tweede plek. Eind van de wedstrijd zet Kevin Abbring Sam de Jonge serieus onder druk om te proberen de derde plaats te veroveren. Daardoor moet Sam de Jonge Altoe een beetje laten gaan. Maar hij verdedigt wel goed zijn positie tegenover Abbring. Abbring samen met de Orléans Comte winnaar van de qualifying long race. Voorin staat er geen maat op Lorenzo Doniacchio. Hij leidt van start tot finish in een wedstrijd waar hij niet eens verwacht had te starten. En het is ook de eerste zege voor het Nederlandse Bas Kooten Racing die zich voor de start van het weekend allicht niet aan zo'n succes hadden verwacht. Ja, een beetje stress bij de start, maar ik had een goede start. Ik wist onmiddellijk een kloofje te slaan en dat was ook de bedoeling en dat probeerde die voorsprong tot het eind vast te houden. Ik denk dat het een goede race was. Alles liep perfect, de wagen droeg zich perfect, schitterend gewoon. Podium dus voor Doniacchio, Giacomo Altoe en Sam de Jonge.